Hallo iedereen en welkom in deze video. We gaan in deze video een oefening maken waarbij we van twee zinnen één zin maken. Dus verbind de twee zinnen. Maar voordat we beginnen wil ik jullie eerst vragen, ben je nog niet geabonneerd? Klik dan eventjes op dat knopje en op dat belletje, dan mis je niks van mijn nieuwe video's. En vind je nu straks deze video leuk, geef mij dan een duimpje. Niet vergeten, hè? Dit gezegd zijnde, laten we beginnen. We hebben een voorbeeld. De zin, de coach verzekerde hem, puntje, 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 hij wint de wedstrijd. We gaan daar één zin van maken en we gaan dat als volgt doen. De coach verzekerde hem dat hij de wedstrijd zou winnen. Dus de eerste zin blijft hetzelfde. De coach verzekerde hem. En dan gaan we het woordje dat gebruiken. Hij de wedstrijd. En dan op het laatste gaan we ons werkwoord krijgen. In dit geval zou winnen. Zou komt van het werkwoord zullen. De coach verzekerde hem dat hij de wedstrijd zou winnen. Goed, zijn jullie klaar voor de oefening? Laten we beginnen. Ik wist niet, puntje, puntje, puntje. Hij komt straks nog. Daar gaan we één zin van maken. Ik geef jullie even de tijd om na te denken, om je zin proberen te maken. Hebben jullie meer tijd nodig? Pauzeer de video dan even na elke zin, want ik geef jullie ook meteen het juiste antwoord. Hier komt het antwoord. Ik wist niet dat hij straks nog zou komen. Ik wist niet dat hij straks nog zou komen. Volgende zin. Ik dacht, puntje, 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 hij wandelt langs de rivier. Hier komt het antwoord. Ik dacht dat hij langs de rivier zou wandelen. Oh. Langs de rivier zou wandelen. Ik dacht dat hij langs de rivier zou wandelen. Volgende zin. Zijn ouders vertelden hem, ze sturen hem naar een internaat. Zijn ouders vertelden hem dat ze hem naar een internaat zouden sturen. Zijn ouders vertelden hem dat ze hem naar een internaat zouden sturen. En waarom gebruik ik hier zouden en niet zou? Omdat we praten over zijn ouders. En zijn ouders, ouders is meervoud. Ouders. Daarom gebruik ik zouden en niet zou. Dus zijn ouders vertelden hem dat ze hem naar een internaat zouden sturen. Volgende zin. Ik liet blijken, ik vind het niet goed. Hier komt het antwoord. Ik liet blijken dat ik het niet goed zou vinden. Ik liet blijken dat ik het niet goed zou vinden. Volgende zin. Hij schreef me. Hij logeert voor enkele dagen in Brussel. Hij
Hij schreef me dat hij voor enkele dagen in Brussel zou logeren. Hij schreef me dat hij voor enkele dagen in Brussel zou logeren. Volgende zin. Ik hoopte, Wim komt binnenkort terug. Wim is een jongensnaam. Ik hoopte dat... En hier komt het antwoord. Ik hoopte dat Wim binnenkort terug zou komen. Ik moet natuurlijk een hoofdletter schrijven bij Wim, want het is een naam. Ik hoopte dat Wim binnenkort terug zou komen. Ik hoopte dat Wim binnenkort terug zou komen. Hij beweerde, hij belt naar de politie. Hier komt het antwoord. Hij beweerde dat. Hij naar de politie zou bellen. Hij beweerde dat hij naar de politie zou bellen. En nu komt onze laatste zin. Hij antwoordde, hij doet niet mee. Hier komt mijn antwoord. Hij antwoordde dat hij niet mee zou doen. Hij antwoordde dat hij niet mee zou doen. Hebben jullie deze oefening meegedaan? Laat me weten hoe het ging. Was het moeilijk? Was het gemakkelijk? Was het oké? En vergeet het duimpje niet. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende.